Een hele goede morgen. We hebben net Liam afgegooid. Hi. We gaan zo Sam afgooien, maar eerst ga ik even gewoon naar de winkel. Zodat ik daar lekker thuis eventjes zonder kinderen ben. Had ik al gezegd, welkom bij een nieuwe Ups & Down? Volgens mij niet, bij deze. Wij gaan dus even gauw naar de winkel en dan ga ik Sam naar school brengen. Het zit allemaal dicht bij elkaar, dus top. Oh ja, en het heeft gesneeuwd. Woehoe! Zelfs deze zit onder. Nou, Sam is ook op school. En ik ga naar huis en ik ga niks filmen. De komende 3 uur film ik helemaal niks. Ik ga mijn eigen ding doen. Dat ga ik doen. Nou, de tijd ging snel. Ik heb boven opgeruimd. Ik heb was opgeruimd. Alles gewoon opgeruimd. Dat eigenlijk gewoon morgen gepoetst kan worden en eigenlijk klaar is. Bedden verschoond, et cetera. Nou, bedden moet ik nog doen. Maar in ieder geval dat snel klaar is. Dus dat heb ik gedaan. En nou moet ik alweer de jongste gaan ophalen. Dus gauw onderweg en snel. Inmiddels zijn we al heel wat uurtjes verder. We hebben Jordi opgehaald. En daar is... en Liam, die is zo moe. Ik kom niet van hem af. Ik ben op Niels aan het wachten, want ik moet ook nog eten koken. Nou ja, de hele tijd geschreeuw hebben, heb ik ook geen zin in. Dan eten we maar iets later. Dit willen jullie niet missen, want het is echt heel schattig. Wat een schatje is dat, hè? Ik ga hem even uit zijn laan. Een hele goede morgen. Dit moeten jullie zien. Sam gaat sinds gisteren op de locomotief zitten. Liam, laat hem liggen. Dan gaat ze gisteren erop zitten en dit doen. En dat zijn de 2 dingen die hij bij zich wil hebben. Heb je vieze neus? Goed zo, doe maar af. Doe maar af je neus. Is niet erg. Ja. Zo werkt dat toch niet, Pipo? Liam, het is niet de bedoeling dat je papier blijft pakken, hè? Goed je neus afdoen. Goed zo. En dan pleurt hij daar neer. Ja, tuurlijk. Nee. Het is nou klaar. Liam, het is klaar. Ja, zou ik ook doen, clown. Ja, het is klaar nou. Jawel. Nee. Nee. Je bent ook een rat ook, hè? Anyways. Liam! Potverdorie! Nou is het klaar. Ja. Ik wou dit dus filmen. Ondertussen heb ik bonje met Liam. Want hij doet iets wat ik niet goed vind. Liam, klaar. Klaar. Nee. Heel veel mensen zouden het niet verwachten, maar ik maak eigenlijk elke dag nog fruit voor de kinderen. En dat ga ik nu ook doen. Zal ik jullie daarin meenemen? Ik weet niet of jullie dat leuk vinden, maar hè? Laten we het eens doen. Gelukkig weet ik ongeveer wat elk kind wel lekker vindt. Dus ik ga gewoon even per kind ga ik gewoon heel eventjes laten zien wat er in zijn fruitbakje zit.
Oké, ik heb ondertussen hier Liam staan, die is ongeduldig, dus die bakje ga ik even eerst doen. Hier zitten in druifjes, stukjes mandarijn, mango, kiwi vindt hij niet lekker, maar hij krijgt het wel, want hij moet gewoon blijven proberen. En aardbeitjes. Mango vindt hij so-so, hij vindt het oké, maar ik vind wel dat hij het altijd moet blijven proberen. Dus, en het is niet zo dat hij dit in 10 minuten moet opeten, nee, hier doet hij gewoon een half uurtje voor, gaat hij lekker voor zitten en lekker knabbelen. Die zit alvast klaar. Sam, die vindt eigenlijk alles wel oké. Mango vindt hij, mandarijn vindt hij super, druifjes vindt hij super, aardbeentje vindt hij ook heel lekker. Maar ja, ook hier geldt gewoon, je moet proeven. Dat is het gewoon. Hij hoeft het niet op te eten, hè. Ze hoeven het allemaal hier niet op te eten, maar ze moeten het wel geproefd hebben. Dus vandaar dat ze het krijgen. En Jordi is heel simpel. Die mag eigenlijk geen fruit met een vliesje eromheen. Dus die heeft geen druifjes. Mandarijntjes vindt hij ook gewoon niet lekker. Loopt hij ook van, ja, door het velletje van vast eigenlijk. Dus ik speel meestal wel op safe bij Jordi. Jordi heeft kiwi, vindt hij helemaal geweldig. Mango, geweldig. En aardbeitjes vindt hij ook lekker. Dus dat is wat Jordi krijgt. En dan natuurlijk de hoeveelheden zijn natuurlijk bij elk kind een beetje aangepast op het kind. En dan zit Liam hier. Sammy zit lekker daar. En ik ga bij Jordi zitten. Jordi. Kijk eens. Dat is Jordi's probleem. Jordi wil nooit happen. Maar ik stop het gewoon in zijn mond. Happen, hè? Tuurlijk, en mijn bank weer ondergesnotterd. Godverdomme. Ja, dat doe ik even af en dan ga ik hem verder fruit geven. Hij heeft het eerste hapje gehad en hij heeft nu alweer het volgende hapje. Dus het is even bij Jordi altijd doorheen gaan. Hij moet altijd meestal de eerste hap hebben gehad en dan is het goed. En dan gaat hij erbij liggen. Je moet wel happen, hè? Je kan gewoon happen, hè? Hoppakee, je begint te happen. Liam had dit over, die wou niet meer. Jordi had dit over, die wou ook niet meer. En Sammy had dit over, die wou ook niet meer. Dus ja. En ik heb iets heel grappigs. We lopen hier vandaag allemaal in een onesie. Liam. Hi. Jij loopt ook in een onesie van de snollemannetjes. Niet doen, niet met je tanden. Ja, wat heb ik gedaan? Niels is thuis gekomen. En naar de winkel geweest voor mij. En toen... Wat is er? Ja, Liam zit bovenop me. Toen ben ik, toen Sam wakker was, naar boven gegaan. Ben ik de douche gaan poetsen. Heb ik boven gepoetst. Niels is nu alles recht zetten. En dan kunnen de kindjes straks naar bed. Hé, jongen. Ja, je bent zo aan het hoesten. Maar alles is dus boven klaar. Dadelijk nog even beneden alles doen. Maar eerst gaan Niels en ik even eten. De kindjes hebben lekker poffertjes gegeten. Oh, die deed pijn, jongen. De kindjes hebben lekker poffertjes gegeten. En ik was nog steeds boven bezig. Ik wil gewoon klaar zijn. Zachtjes doen. Auw. Wat denk jij? Dat ik daar geen gevoel heb of zo? Dus ja. Dat. Dank je. Dat is lief. Oh, ja. Oeh.
Maar goed dat ik nog moet douchen. Een hele goede morgen. Gisteravond hebben Niels en ik hier beneden nog gepoetst. Ik ben mijn nagels gaan zetten. En ja, ik moet er nog steeds een filmpje over maken, maar daar heb ik nog helemaal geen puff en tijd voor gehad. Vannacht heeft Jordi lopen spoken, dus Niels heeft bijna niet geslapen. Nou is het wel zo dat Niels van mij een keer is uit mogen slapen, lief hè. Ben ik met Liam en met Sam naar beneden gegaan. Toen Niels ze naar beneden bracht en daarna Niels weer lekker naar bed gegaan. Jordi is toen wakker geworden, toen heb ik Niels wakker gemaakt. Was ondertussen anderhalf uur later. Nu ben ik croissantjes aan het bakken, gewone en chocolade. En ben ik lekker roerei aan het maken met kaas. Dus ga ik zo de potjes van de kindjes doen en dan kunnen we lekker zondags eten. En toen hadden we eten. Ik heb lekker eitje gemaakt. Liam is ook wel lekker aan het happen. Sammy is lekker aan het happen. Jullie ook happen? Alsjeblieft. Lekkere schat. Is het lekker? Oké. Dag klein eigenwijsje van me. Dit eigenwijsje wou niet slapen. En dan gaan we hem ook niet laten slapen, hè? Want slapen is voor apen. Daarmee heeft papa de hele dag lopen slapen. Want? Er zit wel een reden achter. Papa had hoofdpijn. Papa die had een migraineaanval. Kunnen we zeggen hoofdpijn? Ja, inderdaad, het is hoofdpijn, maar specifiek een migraineaanval. Dus ja. Ondertussen ben ik eten aan het maken. Wat eten we, papa? Dat heeft papa uitgekozen, hè? We eten boerenkool. Yes, we eten boerenkool. Ja, jij eet dat waarschijnlijk niet, maar dan heb je pech. Dus ja, dat. Ik ben nog even met Sam bij de winkel geweest. Het is vandaag een rustige dag. In zoverre dat hij rustig genoemd kan worden. Het was vandaag gewoon een hangdag. Ik heb nog wat was opgevouwen, et cetera. Sam wil niet slapen. Die is snot verkouden. Niet ziek, maar gewoon echt goed verkouden. Niels is even voor mij de vaatwasser gaan doen, zodat ik daar de keuken kan opruimen. Het is hier één grote pestbende, want Liam die heeft van alles over de grond heen gegooid. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat we gaan doen. Dat was het. Dus bij deze ga ik deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.